Anke Dekkers, een buurtfeest in Dronten-Noord. Waarom? Omdat ik vond dat er wat positieve nieuws moest komen over onze wijk in Dronten-Noord. Ik probeer het contact laagdrempelig te maken met de buurt. Dus zodoende heb ik het samen met nog een aantal studenten opgepakt om hierbij mee te helpen. Nou, er wordt wel heel veel gemopperd over de studenten en over dat bepaalde delen van de wijk een beetje verwaarloosd zijn. En nou ja, goed, op zich, kijk om je heen, het is toch een hartstikke mooie wijk. Hartstikke groen, hartstikke gezellig en ontzettend veel leuke mensen. Als het over studenten in Dronten-Noord gaat, gaat het vooral over overlast. Is dat terecht? Ja, ik heb het zelf niet per se zo door natuurlijk, maar nee, goed. En bij onze buren hebben we geen klachten gehad, maar er zijn een aantal huizen, heb ik ook vernomen, zeg maar, dat daar wel wat overlast veroorzaakt wordt. Het is begonnen met een huiskamerconcerten, die hebben wij in februari georganiseerd. Dat gaan we dit jaar februari ook weer doen. En toen had ik zoiets van, het gaat heel makkelijk zo'n feestje organiseren en het verbindt enorm. Dus ik denk, dat gaan we gewoon nog een keer proberen. Maar dan breder trekken voor iedereen wat wils. Ja, ik denk dat integratie natuurlijk sowieso in elke gemeente hartstikke mooi is. En ja, er zijn natuurlijk andere leefpatronen, verschillend. En het is natuurlijk goed dat mochten wij een keer overlast veroorzaken, dat we het contact laagdrempelig houden. En dat de buren gewoon naar ons toe komen en zeggen, joh, zou je de volgende keer wat stiller willen doen als je het zo laat maakt? En dus ja, dat ze zo op ons durven af te stappen en wij ons kunnen aanpassen. Wat is Dronten-Noord voor wijk? Een hele gemengde wijk met heel veel verschillende mensen. Allerlei achtergronden, heel veel verschillende culturen. En ja, ik vind het wel een hele fijne wijk om in te wonen. En wat is er dan zo fijn aan? Lekker ruim, lekker groen, ruime huizen en nou, leuke buurtbewoners. Maar dan moet je wel zelf ook voor openstaan, hè? Dat is belangrijk. Hartstikke mooi. Iedereen spreekt elkaar aan. Iedereen is open. Het valt me heel erg mee. Het is hartstikke druk zoals je ziet. En ja, het is heel gezellig. Hoe makkelijk alles ging met de organisatie en mensen die dingen wilden sponsoren en aanboden, dat is hartstikke mooi. Ja, de opkomst is bijzonder hoog. Ik zie alleen eigenlijk heel veel mensen lopen nog tot nu toe die niet eens opgegeven hebben, maar dat geeft niks. Maar dat is gewoon een goed teken, denk ik. Maar springkussens en pannenkoeken, dat zijn toch geen studentenfeesten? Daar gaat het ook niet om, want dat is dus misschien dat stukje aanpassen voor de integratie. Ik hoop dat de buren elkaar leren kennen, ook overburen, achterburen. En dat er wat meer begrip voor elkaar komt en ook over ieders situatie, zeg maar. Dat je snapt wie wie is en elkaar dag gaan zeggen.